We zijn hier in een natuurgebied in Groningen en dit is een van onze kudde Schotse hooglanders. Mijn vader heeft deze dieren 25 jaar geleden naar Nederland gehaald. En het was echt zo fantastisch mooi om met deze dieren te werken in natuurgebieden. Maar ja, zijn deze dieren ook niet geschikt om een heel eerlijk stukje vlees van te verkopen? Ik liep met Iemtje door het natuurgebied en ze zei, ja, maar dit is toch het meest eerlijke stukje vlees wat er maar te krijgen is. Deze dieren hebben zo'n goed leven gehad, hebben zo 100% in die natuur van het gras en de kruiden die daar groeien geleefd. Onze klanten zijn huishoudens in Nederland en België en die kunnen bij ons 100% grasgevoerd natuurvlees kopen, lekker vlees van buitenvarkens en antibiotica-vrije kip. En die klanten komen vaak bij ons omdat ze dierwelzijn heel belangrijk vinden. De dieren moeten een goed leven hebben gehad. Zoals wij de koeien houden is tegenwoordig heel uniek. Vroeger was dat heel gewoon, maar nu heb je bijna geen boer die de koeien niet op stal heeft in een bepaalde periode en nog bijvoert met graan, soja en mais. Maar op het moment dat de dieren zo van gras groeien, 100% gras gevoerd, dan krijg je vlees van een veel gezondere samenstelling. Het bevat veel meer omega-3 vetzuren en die zijn heel goed voor je. Veel mensen die enthousiast zijn, die bezoeken onze website schotsehooglanders.nl. En die kijken daar en die, als ze willen, kunnen ze een bestelling plaatsen. En die bestelling natuurvlees wordt bij je thuis bezorgd door PostNL. Je kiest zelf de bezorgdag. Hey, fantastisch, dankjewel. Hey, tot ziens, hoi. Het natuurvlees komt dan diepgevroren bij je aan. Het blijft ijskoud door zakjes droogijs van min 80 graden. Puur natuur. Rechtstreeks van de boer bij jou thuis bezorgd.